Zoiets niet. Nee. Dat zeggen de mensen ook eerlijk. Van, ik heb ook met een scout van Groningen gesproken. En die zeggen van, we haalden hem destijds voor Groningen of voor Celtic voor het eerste team. We zagen echt wel dat dat erin zat, maar dit hadden we niet kunnen vermoeden. Nou, de serie heet Een dag uit het leven van. Dus het boek beschrijft de dag van de finale van de Champions League. Met de ene helft is vanuit Madrid, de speelstad, geschreven. En in de andere helft komen anderen aan het woord die relevant zijn geweest in de weg daarnaartoe. En nou ja, als je daar zit aan het eind van de dag, een flesje bier in je hand. Met de titel van Man of the Match in de Champions League finale. Ik heb slechtere dagen gehad. Nou ja, het is natuurlijk wel grappig dat ik ben een paar maanden bezig geweest. Ik weet dat Virgil van Dijk heeft een vrouw en een dochter, maar ik kan gewoon letterlijk nu niet op die namen komen. Terwijl, je hebt natuurlijk genoeg voetballers waarvan iedereen weet hoe de vrouw heet, hoe de kinderen heet. Die zijn iedere dag in de kranten. Zeker in Engeland, waar ze natuurlijk bijna geen schaamte kennen wat betreft wat er wel en niet in de krant komt. Doet hij het heel knap door werk en privé zo gescheiden te houden dat we echt heel weinig weten. Plein vol met tienduizenden mensen die allemaal jouw naam staan te brullen. Van gewoon een jongen uit Breda. Dat is wel, ja. Die man die krijgt een verering bij Liverpool die bijna niet voor te stellen is. Als je bedenkt dat hij nog ineens 2 jaar daar zit. Hè? Dat is wel gek. Is het nu al een clublegende daar, denk je? Het scheelt niet veel. Het is echt. En hij is nog geen 2 jaar, dat is echt niet normaal. Die man die wint ieder kopduel, die wint iedere tackle, die heeft een paas in zijn benen, die hebben ze echt al jaren niet gezien. Een goede centrumverdediger is iets dat heeft Liverpool echt zo lang niet gehad. En dan zo'n goede, ja, mensen zijn bijna vereerd inderdaad, omdat hij voor hen speelt. Gaat hij winnen, denk je? Ik denk het wel.